Dat de Tour er voor Skillshimano-renner Piet Rooijakkers op zit, werd gisteren al duidelijk. Inmiddels is hij geopereerd en begint het herstelproces. Over de huidige situatie rond Rooijakkers praten we met ploegarts Edwin Achterberg. Ja, nou, zoals iedereen waarschijnlijk weet is Piet gisteren hard gevallen in de ploegentijdrit. Hij is geopereerd omdat hij zijn linker onderarm had gebroken op drie plaatsen. Daar is hij succesvol aan geopereerd. Hij heeft ook zijn rechter ringvinger gebroken. Maar naar omstandigheden gaat het nu goed met hem. Is het een lange operatie? Het was een lange operatie, maar dat komt omdat het een gecompliceerde breuk was. Maar goed, de operatie is succesvol verlopen. Valt er al wat te zeggen over het herstel? Nou, laten we eerst maar eens gewoon zien dat hij over 2-3 dagen uit het ziekenhuis komt. Dan gaat hij naar huis en dan gaan we weer kijken wanneer hij kan beginnen met trainen. Maar het herstel is nu eigenlijk al begonnen. Ja, maar over de tijdspannen, zeg maar, daar is nog weinig over te zeggen. Ja, dat is lastig. Dat is van heel veel factoren afhankelijk. Maar normaal gesproken 2-3 maanden, dan is hij weer de oude Piet.